Kijk, er is niet heel veel meer van over. Ja, maar komt goed, Pip. Oneens. Oh, nou. Altijd fijn als je een vriend hebt met een mening. Ja, Pipje is de liefste hond. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag. Het is weer wat kouder. Van de week was het echt bijna gewoon... Je had het idee dat het al lente werd. Nou ja, ik had bijna het idee dat het al zomer werd. Maar ja, goed, de lente komt natuurlijk nog eerst. En nu is het gewoon... Het gaat gewoon weer erg vriezen. We moeten ons ook weer wat dikker aankleden. Maar goed, ik zit in mijn sportkleding. Want ik ga zo sporten. En normaal ben ik altijd heel veel te laat. Ja, nee, niet heel veel. Ik ben altijd te laat en Anouk is altijd nog later. Dus dat is wel, we zijn altijd een goede combi. Maar nu ben ik best wel te vroeg. En Anouk is bij de huisarts. Dus het kan ook nog eens een keer zomaar zo zijn dat ik wat later moet komen. Ik moet echt mijn haar wassen als ik terugkom van sporten. Want het is echt heel vet. En vandaag is ook een beetje een dubbele dag. We doen er verder niks mee, maar vandaag is het een jaar geleden dat mijn zus haar crematie was. Dat was op 6 februari. En dat is ook wel weer gewoon... Zo'n jeetje, allemaal pas een jaar geleden, weet je wel. Of alweer eigenlijk, meer. Maar ja, goed. Ik ga mijn ontbijt opruimen. Ik heb havermout op. Ik heb geen fruit meer, dus ik moet echt boodschappen doen. En dan ga ik de tas inpakken. En dan ga ik sporten. Ja. Nothing beats a fit body. Boop. Nou, gaan we weer. Inmiddels weer thuis. Lekker gesport. Omgekleed. En ik zal even mijn outfitje laten zien. Ik heb vandaag echt een lekkere outfit aan. Gewoon chill. Ik heb een manjo aan. Dit grote jurkachtige shirt ding van The Only. En dan mijn Timberlands. Lekker warm, want het is een stuk kouder weer. Maar wel heel chill. Zo, oké. En nu gaan Milan en ik naar een tuincentrum. Want ik heb natuurlijk die super mooie plant. Die ik heb gekregen van Dionne en Serena. En ik heb er gewoon iets fout mee gedaan. Maar ik moet er helaas afscheid van nemen. Terwijl ik het echt een hele leuke plant vond. Maar ik weet niet of ik hem te weinig water heb gegeven. Of juist te veel. Ik heb geen idee. Dus wij gaan nu even op zoek naar een nieuwe plant. We nemen Pip gezellig mee. Gaan we naar het tuincentrum. Gaan we even kijken of we een leuke plant kunnen scoren die op het reservoir past. En ja, dan moet ik de oude plant natuurlijk weggooien. Ik zal even laten zien hoe die er nu uitziet. Het is een beetje zielig. Kijk, er is niet heel veel meer van over. Maar het is wat dat betreft, want hij prikt natuurlijk een beetje. Het is best wel een rotting om weg te gooien. Dus hoe ik dat moet doen, want je kunt die stengels bijna niet doorknippen. Dus dat moeten we nog even kijken. Maar goed, op zoek naar een nieuwe plant voor deze plek. Want hier wat gezelliger wordt. Misschien ook wel iets van een vet plant of zo. Dat vind ik wel gaaf. Dus nu jas aantrekken, spullen pakken en gaan. Pip zit in het. Je wil niet zitten, want het is koud volgens mij. Ja, het is koud. Ja, maar komt goed, Pip. Ik vind het een beetje spannend. We moeten op zoek naar de plant, Pip. Eigenlijk hadden we iets van een dekentje mee moeten nemen. En Milan. En Milan en Pip passen goed bij elkaar. Ze zijn helemaal roze. Oké, op zoek naar plant. Dit zijn binnenplanten op zich, hè? Ja. Kijk, zo zou die er zeg maar uit moeten zien. Maar we hebben nou een plant die misschien wel leuk is. We noemen het de pukplant. De pukplant. Pliep. 50 euro. Maar we moeten dan op zoek naar een vaas, Pip. Je mag zo lopen, oké? Okay? Als we de plant hebben. Welke vaas? Nou, we zitten weer in de auto, maar we hebben geen plant. Ik twijfelde te veel en bij twijfel moet je het niet doen. En die plant was 50 euro. Dat vind ik wel, ja, ik weet, ik heb helemaal geen verstand van planten. Ik weet bijvoorbeeld dat een cactus ook wel vrij prijzig is. Maar als je er dan niet 100% achter staat, dan is dat natuurlijk best veel geld. Dus we hebben het niet gedaan. Dus dan moeten we nog maar even kijken
wanneer we ergens een goede plant tegenkomen. Maar we gaan nu lekker naar huis, want het is al 4:15. Ik moet er wel bij zeggen dat ik wel een mooie zag, maar jij niet. Ja, Milan wilde heel graag een cactus, zeg maar allemaal van die kleine cactusje in een potje. Maar dat potje, dat past gewoon niet bij ons huis. Daar ben je het toch allemaal mee eens? Niet echt in de stijl die we hebben. Oneens. Oh, nou. Altijd fijn als je een vriend hebt met een mening. Nee, grapje. Nee, ik weet ik ook niet. Als jij zegt van niet, dan past het. Ja, maar het potje was wit glans. Zeg maar, we hebben alles in hout en in of in anthraciet, zeg maar die. Hoe heet zoiets nou? Grijs. Nee, die heeft ook een naam. Onze lampen bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Een bepaalde soort materiaal. Industrieel. Dat bedoelde ik. Alles is een beetje anthraciet, industrieel, stijgenhout. En daar past zo'n echt wit glans potje past niet echt in ons huis, vind ik. Dus ja, we moeten het natuurlijk wel beide over eens zijn. Dus dan werden we ook niet. Ja, en aangezien ik met elke keus van jou het al eens ben qua planten. Ja, het komt gewoon op mij aan. Is het inderdaad voor jou een keuze? Maar je vroeg altijd wel hele mooie planten uit, hoor, schat. Oké, misschien viel we deze discussie even verder zonder camera. Nee, we hebben het over planten. Ik bedoel, het boeit me echt niet wat voor planten in huis staan. Ik vind alleen de cactus het mooist. Ik vind de cactus ook leuk, maar we hebben al zeg maar allemaal cactussen. Dus ik dacht misschien is dat anders een beetje veel van hetzelfde. Ja, ik weet het niet echt. Heb je een goede tip wat daar misschien past? Ik vind een vetplant ook heel leuk, maar daar vond ik op dit moment geen mooie van. Ja, Pipje is de liefste hond. Hij staat je kwispelt in het rond. Ja, Pipje is de liefste hond. Ik geef haar een kusje op de kont. Applaus voor jezelf. Woehoe! Dat ik praat tegen de camera, dat is meestal wat je doet als je vlogt. Ja, dat klinkt heel raar, maar Milan en ik zijn straks een triljoen jaar op de bank in slaap gevallen. Nee, maar even serieus. Echt, we hebben altijd weer flink zijn met slaap gevallen op de bank. Was er al Oreo? Nee joh, gek. Oké. Okay. Mag zijn Oreo. Wat zeg je eigenlijk? Oreo of Oreo? Oreo zeg ik. Maar in ieder geval naast dat. Is dat het nog niet? Nee. Maar jij? Ja. Oh, ik dacht dat je het aan Pip wou geven. Ja, natuurlijk mag je het zelf wel. Maar Pip niet. Maar het is nu 5:50 en we zijn dus helemaal niet moe. 5:50. What the fuck is dat nou weer totaal? Tien. Wordt de video leuk met dinges? Ja, ik vond hem wel leuk. Wil je op trampoline springen, Pip? Het is echt 10:50 en ik slaap gewoon nog steeds niet. En ik haat mezelf op dit moment wel een beetje, want ja, ik vind het wel gewoon belangrijk om mijn ritme aan te houden. En daarnaast moet ik overmorgen ook weer gewoon vroeg op. Maar ja, goed. Ik ga nu wel echt naar bed. Als ik mezelf niet naar bed doe stamp, dan gebeurt het volgens mij ook niet. Maar ik heb net alle weekvlogs en alle vlogs en alles van iedereen bijgekeken. Dus dat heb ik wel weer chill gedaan. En morgen heb ik niks. Morgen gaat Milan en ik waarschijnlijk wel samen naar de stad als dat doorgaat. En de rest van de week... Oh, de rest van de week is wel leuk. Ik ga woensdag ook met Chloe naar de stad. En donderdag ga ik eerst naar Siebe. En dan gaan we de spullen van mijn zus uitzoeken. Best wel confronterend, maar ik ben wel heel erg blij dat we dit nu eindelijk gaan doen. Sieraden, parfum, dat soort dingen, kleding. En zelfs ga ik naar Harry Potter. Een soort van Harry Potter museum in Utrecht. In ieder geval, ik ga samen met Chloe, mijn broer en met Carlijn
Wesley kan helaas niet meer, want hij zit in Frankrijk deze week. En vrijdag komt mijn non. Poging 3. Maar dit keer gaat het helemaal goed komen. Dus oké, het wordt wel gewoon een leuke week. Alleen morgen heb ik niks. Moet ik heel veel editen. En ik moet echt heel veel mijn haar wassen. Ik baal er eigenlijk wel van dat we nou geplant hebben. Ik heb hem nou maar weer teruggezet. Oh, hoorde je dat? Dat is de afzuiger. Die piept nou ook tegenwoordig. Maar goed, oké, voordat ik weer veel te lang klets. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Kijk hoe leuk. Het is een winterjas. Het is dus met zo'n soort van tijgerprintje. Wie heeft dit gedaan? Milan en ik zijn super deluxe uit eten. Ja hoor. Ja. En je kunt me ontmoeten en als jij een kaartje koopt.